Het land van eindeloze fjorden. Het land van kolkende rivieren. Het land van bulderende watervallen. Het land waar mythes en legenden nog leven. Dit is Zuid-Noorwegen. Een roadtrip met de camper door Noorwegen staat al jarenlang op onze bucketlist. En afgelopen zomer was het dan eindelijk zover. Klaar voor de overtocht vanuit Groningen. Na een rustige nacht op de boot begon ons avontuur echt. We hadden gelijk flink wat kilometers op de planning staan om de eerste nacht al wild te kamperen in de buurt van Kjerag. Nou klinkt 300 kilometer rijden op je eerste vakantiedag misschien een beetje als een straf, maar in Noorwegen is rijden door de adembenemende landschappen en over kronkelende weggetjes echt al een avontuur op zich. Eenmaal aangekomen op onze campsite With a View, maken we ons klaar voor de eerste hike van deze vakantie naar de Kjerragbolten. Na flink wat klimmen, dalen en weer klimmen en nog meer klimmen, kom je boven op het Lisefjord. Het was een pittig stukje. We hebben heel veel met kettingen moeten klimmen en over gladde rotsen. Van daaruit is het enkel nog genieten van prachtige vergezichten, terwijl je steeds dichterbij komt bij je eindbestemming, de Kjerragbolten. Een kei van ongeveer 5 kubieke meter, welke volgens de lokale legendes een troll is die versteend is toen het daglicht op hem viel. De kei hangt boven een afgrond van ongeveer 1000 meter diep, recht boven het adembenemende Lisefjord. Tja, 1000 meter? Mij niet gezien. Maar Nicole is een echte bikkel en durft het wel aan. Gelukkig had ik een mooi plekje gevonden om het allemaal vast te leggen. Jezus. Een dag later stond gelijk al onze volgende hike op het programma. Misschien wel de bekendste hike van Zuid-Noorwegen. De preekstoel. En dat het de bekendste hike van Noorwegen is, nou, dat hebben we geweten. Het is best druk. Je zou bijna denken dat het de meest bekende wandeling in Noorwegen is. Ondanks de drukte was het wel een bijzondere ervaring. 9 jaar geleden voeren we met de boot door het fjord onder de preekstoel door. En sindsdien hebben we ervan gedroomd om er bovenop te staan. En als je net even wat verder klimt, kijkt, dan je neus lang is, kun je toch echt wel lekker rustig genieten van de prachtige uitzichten. In Zuid-Noorwegen heb je om bijna iedere hoek wel een waterval zitten. De een nog mooier dan de andere. En sommige liggen zelfs pal langs de weg en zijn helemaal toegankelijk gemaakt voor toeristen met parkeerplaatsen en aangelegde trappen. Voor andere watervallen moet je toch even wat meer moeite doen om ze te zien. En daarom staat de 4 watervallen hike op de planning. Het schijnt een pareltje te zijn. 2 van de 4 watervallen zijn zelfs, staan in de top 100 van mooiste watervallen ter wereld. Dus we zijn benieuwd. Deze hike, ook wel Husedalen hike genoemd, bevindt zich nabij Kinsarvik. Het is een vrij pittige hike die je voert over steile bospaden, mooie dennenbossen en natuurlijk langs 4 bulderende watervallen. De 2e en 4e waterval, waarvan ik de naam niet eens ga proberen uit te spreken, staan dus in de top 100 ter wereld. En wat mij betreft heeft deze hike echt alles. Uitdagende single tracks, prachtige uitzichten, weinig mensen en dus watervallen. Maar hoe mooi het ook is, aangekomen bij de 4e waterval slaat het weer om. We hadden al berichten gelezen dat het pad bij slecht weer erg modderig en glad was. Nou, dat klopt. Gelukkig zijn we weer veilig beneden gekomen bij ons huisje op wielen. Dit is trouwens ook onze eerste roadtrip met een camper. Het was letterlijk en figuurlijk even passen en meten met het gebrek aan ruimte, maar dat wende snel. De vrijheid die je ervoor terugkrijgt om te gaan en staan waar je maar wil, overnachten op de meest fotogenieke plekjes en samen het avontuur aangaan op de onbekende weg. Dat maakt roadtrippen in Noorwegen echt een onvergetelijke ervaring en ik kan niet wachten tot wij weer een keer met de camper heen gaan. Onderweg in Noorwegen kom je de meest bijzondere dingen tegen. Natuurlijk de prachtige uitzichten, hangbruggen, een schaap hier en daar, maar ook rotondes midden in een kilometerslange tunnel. Zoals ik al zei, roadtrippen in Noorwegen is al een avontuur op zich.
alleen in Noorwegen. Na een dagje reizen en wat rust in de benen hebben we weer een mooie hike voor de boeg. De Trolltunga hike. De hike naar Trolltunga is in totaal 20 kilometer en daarom wordt ook aangeraden om op tijd te beginnen. Het is 5:45 in de ochtend. We zijn lekker om 5:00 opgestaan, hebben ontbeten en we gaan zo vroeg mogelijk aan de hike beginnen. Je begint de eerste paar kilometer gelijk met een steile klim, maar daarna is het allemaal redelijk vlak en genieten van het uitzicht. Onderweg kom je watervallen tegen, uitgestrekte bergvlaktes en het uitzicht op het azuurblauwe water van het Ringedalsvatnetmeer. Ja, deze drukte kan natuurlijk maar één ding betekenen. We zijn aangekomen bij de Trolltunga. Ja, het is druk, maar het uitzicht hier is wel even wat anders. Tja, en als je die 10 kilometer dan hebt gelopen, dan wil je natuurlijk ook wel op de foto op een van Noorwegens meest bekende rotsformaties. Dus aansluiten in de rij. Maar na een uur wachten is het dan eindelijk zover. Nadat we dezelfde weg weer terug naar beneden zijn gehiked, hebben we een mooi plekje gevonden om te overnachten en aan het fjord te genieten van de laatste zonnestralen en een ijskoud biertje. Speciaal voor deze trip hebben we 2 subboards gekocht. We zaten er al langer over te twijfelen, maar met diepe fjorden en azuurblauwe gletsjermeren was het dé gelegenheid bij uitstek om ermee te beginnen. En ik moet zeggen, dat hadden we veel eerder moeten doen. Vanaf het water is de omgeving nog groter en intenser. Samen al peddelend het water op met alleen het geluid van je kabbelende paddleboard. We hebben onder andere gesupt op het blauwe gletsjerwater van het Lofotenmeer en op het smalste fjord van Noorwegen, het Narøyfjord. En ook nog bij het schilderachtige Jelle. En het laatste plaatje is overigens echt een aanrader tijdens je roadtrip door Noorwegen. En heel eerlijk, ik kan nu al niet meer wachten tot ons volgende paddleboardavontuur. Een minder bekende hike, maar zeker de moeite waard. De Ouerlandsdalen hike. En dat is een hike van 19 kilometer. Het is lekker weer, dus we hebben er weer zin in. En dit is echt een hikershike. Zonder echt te benoemen hoogtepunten, maar je loopt eigenlijk van het ene mooie tafereel in het andere. Ook wel lekker van deze hike is dat je van punt A naar B loopt. Bij veel hikes in Noorwegen loop je dezelfde weg terug als dat je gekomen bent. Best fijn voor de afwisseling dus. Onderweg kom je door oeroude bossen, daal je af in diepe kloven en kom je bijzondere rotsformaties tegen met net zo bijzondere namen. 5 euro, als je dat goed uitspreekt. Groenlauzenleren. Ik ook goed. Ondanks dat deze hike totaal niet toeristisch is, is hij van alle gemakken voorzien. Zelfs een aantal toiletten en een drinkwaterpunt. Het Ouwelandsdal is een soms lastig begaanbaar pad, maar toch was dit eeuwenlang de kortste verbindingsweg tussen het Sognefjord en Hardangervidda. Moet je nagaan dat je je kuddes vee over deze paden moest begeleiden. En tot op de dag van vandaag kom je nog loslopend vee tegen in het Ouwelandsdal en die zijn altijd nieuwsgierig naar nieuwe bezoekers. Hey. De tijd lijkt soms wel stil te hebben gestaan in Noorwegen. Cultuur en geschiedenis is een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. En het vikingbloed zit nog in iedere Noor. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de imposante staafkerken. In de hoogtijden waren het er naar schatting ongeveer 2000, waar er nu nog maar 28 van bewaard zijn gebleven. De staafkerken kenmerken zich door de hoekpalen, de staven dus, en het kader van timmerhout met muurplanken die op drempel staan. Iedere staafkerk is rijkelijk versierd met gedetailleerde houtsnijwerken die een eigen verhaal vertellen. Prachtig om te zien en een mooie afwisseling met al het natuurschoon wat Noorwegen te bieden heeft. Maar goed, het is weer tijd voor een nieuwe hike. En niet zomaar een hike, maar een waar mijn hoogtevrees flink op de proef gesteld gaat worden. De Besegge Trail. Je begint deze hike op een boot over het Gendemeer. Na een steile klim in het begin van de hike kun je eigenlijk al gelijk genieten van de spectaculaire uitzichten over hetzelfde meer waar je net nog op de boot zat. Deze populaire hike in het zuiden van Jotunheimen Nationaal Park staat met name bekend om het prachtige uitzicht op het letterlijk en figuurlijke hoogtepunt van de hike,
de Besseggen. We zijn er, de voet van de Besseggen. En ik moet zeggen, ik vind het een beetje spannend. Besseggen betekent vrij vertaald iets als edge of ja, richel. En als je hem van dichtbij ziet, dan snap je wel waarom. De steile rotswand scheidt de meren Besvatnet en Gjende. Die laatste ligt op het hoogste punt zo'n 700 meter steil naar beneden. We zijn er. Ik heb niet zo heel veel gefilmd, omdat ik heel druk was met mijn broek vol te poepen. Ik vond het heel eng. Ze zeggen, mensen met hoogtevrees moeten het niet doen, zeggen ze vaak in Noorwegen. Vond ik allemaal niet zo eng, maar dit was al heftig. Het was ook echt gewoon klimmen, recht naar boven langs de rand. Maar we zijn er. En het kleurverschil tussen beide meren zorgt voor een spectaculair uitzicht en is alle moeite dan ook meer dan waard. We hebben hier een te stijl stukje voor de stokken, maar we zijn ook te live om ze in te klappen. Dus wat gaan we doen? Gooien. Ben je er klaar voor? Ja. Nou. Niet verkeerd. Nu hier nog naar beneden. Natuurlijk zijn onze mountainbikes ook mee op deze roadtrip. Maar mountainbiken is hier heel anders dan in Nederland. Maar zeker de moeite waard. We hebben onder andere een toffe afdaling gedaan in Flem. Nadat we met de wereldberoemde Flembaan omhoog zijn gegaan. En 9 jaar geleden waren we hier ook al. En in onze herinnering was dit toch wel iets minder toeristisch. Maar goed, we waren gelukkig wel een van de weinigen die weer met de fiets naar beneden gingen. Alleen wij, onze mountainbikes, prachtige uitzichten en tientallen geiten. Hey, geitjes. Mountainbiken in Noorwegen. Het ene moment ga je 50 km per uur en dan zitten de geiten op de weg. We hebben later tijdens onze trip ook nog een deel van de Mjölkewegen gefietst, oftewel de Melkweg. Deze fietsroute in de Val d'Ressvallei dankt zijn naam niet aan het sterrenstelsel, maar aan de vele melkveebedrijven die hier hun vrij rondlopende koeien komen melken. De route loopt door glooiende heuvels en uitgestrekte graslanden. Maar het belangrijkste wat je hier op de route kan zien zijn natuurlijk koeien. Kijk nou toch. Inmiddels zijn we op de terugweg van onze roadtrip en die komt ook langzaam ten einde. Maar niet voordat we nog één bijzondere hike gaan doen. De hike naar de Gaustatoppen. De Gaustatoppen in Telemarken is misschien niet de hoogste top van Noorwegen, maar wel een hele bijzondere. Daar moeten we heen. Op heldere dagen kun je hier namelijk 1/6 deel van het vasteland van Noorwegen zien. De hike is niet bijzonder lang, maar toch een vrij pittige klim. Maar goed, misschien komt dat ook wel omdat we al 3 weken hiken in de benen hebben zitten. We hebben dus van hele betrouwbare bronnen op het internet gelezen dat er boven als beloning wafels te eten zijn. Tja, als dat geen motivatie is om de top te bereiken, dan weet ik het ook niet meer. En eindelijk, daarboven op de Gaustatoppen, gaan we de toeristenhutten binnen. Daar waar de befaamde wafels zouden moeten zijn. En toen... Met gevulde magen en een herinneringenboekje vol ervaringen rijker, zetten we langzaam weer de afdaling in. En met deze hike komt er ook een einde aan ons avontuur in Noorwegen. Na 9 jaar dromen is deze adembenemende roadtrip dan eindelijk werkelijkheid geworden. Het hiken langs diepe fjorden, suppen op azuurblauwe meren en met de mountainbike de berg afrazen. Het maken van nieuwe vrienden, het overwinnen van angsten en dat alles met de vrijheid van onze campervan. Noorwegen heeft het allemaal en nog veel meer dan dat. Zoals ze in het Noord zouden zeggen, tak, til neste gang.